naam is Peter Pennekamp. Ik zit vanaf mijn 16e in de duivensport via een schoolvriend. Die heeft al lang geen duiven meer, maar ik wel, met veel plezier. Tot 2017 speelde ik het totaal programma. En ik ging er best redelijk goed. Onder andere tweede generaal snelheid aangewezen en onaangewezen in de afdeling 8. Achter Nico Jan Koendes overigens, plaatsgenoot. Vanaf 2017 gespecialiseerd op de dagfront. En de jonge duiven doet dan het liefst de 3 NPO-vluchten, de lange afstanden. Ik had in 2017 de 2e en de 9e nationaal duifkampioen de dagfront. En ik had ook de 2e beste duif van Nederland bij de PIPA-ranking. Die had ik in 2020 weer, de 2e beste duif van Nederland bij de PIPA-ranking. Maar die was toen eerste bij de allerbeste. Een duif met 6 keer 1 op 100, die heb ik nog nooit op mijn hok gehad. In 2020 had ik ook de beste duif van Nederland over 3 jaar bij de Eendaagse Voetspiegel. En in 2019 was ik kroon op het werk, was ik nationaal kampioen op de dagfront. Ik wil jullie graag vertellen hoe ik mijn Vitesse midfrontduiven aan de start breng. De vluchtdag voor ons is op zaterdag altijd, op vrijdag is het inkoopdag. Dus daartussen moet ik mijn duiven opvoeren. Ik begin op de korte afstanden altijd met de Gerry Plus Black Label. Daar zitten die zwarte mais in met veel antioxidanten. Daar doen ze het goed op en ik heb het idee dat die mooi licht is. Dat voer ik op zaterdag, zondag en maandag. En dan op dinsdagavond begin ik met 50% Champion Plus Black Label bij te voeren. En als de vlucht niet al te zwaar aangekondigd wordt, dus geen noordoostenwind en 30 graden, dan blijf ik zeg maar die mengeling hanteren tot vrijdagmorgen. En dan vrijdag voer ik ze nog een keer af om 1 uur of 4 met een beetje snoepzaad. Dat is ongeveer zo'n maatbekertje voor 20 duiven. Dan gaan ze er even zuipen en dan kunnen ze zo de mand in. Dat is hoe ik het doe op een makkelijke vlucht. Als het zeg maar zwaarder wordt op die midfront bijvoorbeeld, hè, midfront in Nederland tot 500 kilometer, dan zal ik bij thuiskomst al Champion Plus 100% geven, Black Label. En op zondag schakel ik dan meer naar 50-50, dus 50% Gerry Plus Black Label en 50% Champion Plus Black Label. Dat blijf ik dan volhouden tot dinsdag. En vanaf dinsdag, als het zwaar wordt, ga ik 100% Champion Plus Black Label geven. Om ze dan zeg maar extra vetrij komen. En gaat het dan richting de 400-500 kilometer, echt de zwaardere vluchten. Dan verzorg ik mijn duiven eigenlijk hetzelfde als op een dagfrontvlucht. En dat betekent ook met andere samenstelling. Als ik de duiven voor de dagfront voorbereid zeg maar voor de verre vlucht, gebruik ik 1/3 Energy Plus. En ik gebruik 2/3 Champion Plus Black Label. Dan gooi ik hem in mengmandje en dan voeg ik daar aan toe Formolie Plus, 14 plantaardige olie erin, waarvan ik denk dat ze die nodig kunnen hebben om vetreserves op te bouwen. Dan gebruik ik 1 eetlepel voor 1 kilo, het is een beetje stroperig, het is een mooi geel van kleur, die ga ik dan mengen natuurlijk. En dan voeg ik daar aan toe Hermolyt 40. 1 maatlepel, probeer ik al een klein beetje gunstig te verdelen. Dan meng ik dat nog een keer. Ik laat het meestal even staan, dat het goed zeg maar, aan elkaar plakt, zeg maar. Anders heb ik alles in de voerbak zitten. En dan geef ik dat aan de duiven. Dat doe ik op dinsdag, woensdag en donderdag. En donderdag is dus de inkorfdag voor ons. Zoals ik straks al zei, ik voeg iedere avond zeg maar, voor 20 duiven in zo'n busje met snoepzaad, sneaky mixer aan toe. Duiven zijn er verzot op en ze weten ook gewoon dat het een beloning is. En na de vlucht ligt het zeg maar, ook in hun broedhok en beginnen ze eraan te pikken. Daar komen die duiven natuurlijk ook weer terug op zaterdag. En als de duiven op zaterdag terugkomen, dan zorg ik dat ze Dexotonic in het water hebben. Ik gebruik daar gewoon 3 keer het dopje of 15 milliliter per liter. Over het voeren gebruik ik weer de Intestinal Top. Super product. Ik denk dat ze heel snel zeg maar, de ketonen zeg maar, aan kunnen vullen. Dat hele belangrijke voedingsstoffen aangeboord worden en gebruikt worden. Ik gebruik trouwens ook wel Beer Pure in combinatie met de Intestinal Top. Maar dat is naar gevoel. Dat doe ik niet elke week. Uiteraard moeten ook mijn vliegduiven presteren en die moeten dus alle goede grondstoffen hebben. En dat betekent dat ik dat all-in-one, wat ik ook bij de kweker bij de jongen geef ik ook aan mijn oude duiven. En ik ben daar, de duiven zijn er zot op, dus ik geef dat afgepast. Anders vreet ze mijn hele ton in 1 keer leeg en lijkt me niet de bedoeling. En zo probeer ik ze naar de dagfront te brengen. Voor meer informatie over producten van Verzelen Lager en mijn andere filmpjes, surf naar hun website.